Laatste dat ik jullie vandaag nog wil leren is iets meer over scheidbare werkwoorden. Scheidbaar, dat betekent dat je het kan splitsen. Je kan het scheiden in twee of meer stukken. Hier zie je een tekening en dat is eigenlijk een mopje dat het een beetje kan uitleggen. Die mevrouw die zegt, de stoel die ik hier heb gekocht, die is nu al kapot. Die meneer zegt, die is niet kapot. Die is scheidbaar. Je kan hem splitsen, scheiden in twee stukken. De stoel en de poot. Mevrouw kan daar denk ik niet mee lachen. Ook hier, mevrouw zegt, en dit bord dan? Meneer zegt, ook scheidbaar. Je kan het ook scheiden in twee stukken. Ook hier denk ik dat mevrouw daar niet blij mee is. Wat zijn nu scheidbare werkwoorden? Dat zijn werkwoorden die bestaan uit twee stukken, namelijk uit jouw werkwoord, bijvoorbeeld leggen, en uit een voorzetsel, bijvoorbeeld uit. Samen vormen zij jouw scheidbare werkwoord. Hier bijvoorbeeld uitleggen, bestaat uit leggen en uit. Er zijn nog heel veel voorzetsels, op, in, af, uit, kan je allemaal gebruiken als voorzetsel en dat kan dan samengevoegd worden met een werkwoord tot een scheidbaar werkwoord. Hier zie je kort een beetje uitleg over de scheidbare werkwoorden. Je kan in een zin de infinitief gebruiken. Bijvoorbeeld, kan je dit uitleggen? Dan gebeurt daar niks speciaals mee. Als jij een zin maakt waarin je jouw scheidbaar werkwoord moet vervoegen, dan zal je jouw werkwoord en jouw voorzetsel moeten splitsen. Bijvoorbeeld hier, ik leg alles drie keer uit. Nu staat jouw werkwoord en jouw voorzetsel van elkaar in de zin. Het belangrijkste voor nu is natuurlijk dit. Dit is het perfectum, dat is eigenlijk hetzelfde als de VTT. Hier zie je jouw werkwoord, ge en jouw voorzetsel. In een zin komt dat zo, ik heb dit al drie keer uitgelegd. Anders hebben wij al geleerd dat je ge vooraan moet zetten. Nu zet je dat in het midden, tussen jouw voorzetsel en de rest van jouw werkwoord. Ik leg het nog eventjes uit. Bij de zwakke werkwoorden neem je eerst jouw voorzetsel, hier. Dan doe je plus ge, hier. Plus jouw stam, zoals we al geleerd hebben, plus de of te. Dat komt dan hier. Je kan bijvoorbeeld zeggen, uit, ge, leg, de. Leg eindigt op een ge, dat zit niet in soft ketchup, dus plus de. Uitgelegd. Bij de sterke werkwoorden moeten jullie het ook gaan studeren. Dat is net zoals bij de andere sterke werkwoorden, de normale, is dat hetzelfde. Je moet die studeren of je gaat die leren door die veel te gebruiken. Veel succes met de oefening!